Op zaterdag 29 maart werden in Oosterwijk de brandweerwedstrijden gehouden. Er kwamen in totaal 18 ploegen van het cluster Midden- en West-Brabant. Er waren twee klassen, namelijk 10 groepen hoge druk en 8 groepen op de 112-melding. 72-35 betreft brasserij restaurant Klein Spijk. Over het aantal slachtoffers is niets bekend. Dus ik heb niet gekend over aantal slachtoffers. De melder ziet de plaats over. De melding komt van de eigenaar van het restaurant. Deze gaf te kennen zelf een bluspoging te gaan ondernemen. Hoge druk houdt in dat er wordt gereageerd op een brandmelding. Maar over de hoedanigheid, slachtoffers, weten ze nog niets. De brand bleek boven te zijn, maar hoeveel slachtoffers is nog niet bekend. En deze deur is natuurlijk ook dicht. In de hensta. Politie en GGD waren ook ter plekke, die een slachtoffer overnamen. Daarna kwam een gouden tweede en laatste slachtoffer. Beide ter controle werden afgevoerd. Dan nog een laatste controle en opruimen. Direct na de lunch weer verder. Een melding op 112 kan van alles zijn. Van een koe in het water, een verkeersongeval, tot ook brand. 72-35. Oké. Het eerste wat ze aantroffen was de beheerder met een containerbrand. Al gauw bleek binnen achter het rolluik meer geluiden te horen. Daar troffen ze een carnavalswagen aan met twee slachtoffers die beklemd zaten. Door middel van de hydraulische krik werd een slachtoffer bevrijd. Waarna de GGD het kon overnemen. Om het tweede slachtoffer te bevrijden, moest de voorkeertruc door middel van een lier verplaatst worden. Jij zorgt voor de stabilisatie. De wel. Hierna ook weer controle en opruimen.
de voorzitter van Algemeen Brandweerwedstrijdcomité ABWC, de heer Wilbert van Stenis, deed het eerste woord en gaf aan op welke onderdelen er werd gescoord. Zo werd er onder andere gekeken naar de bevelvoerder, naar de waterploeg, de voertuigbediende, de redtijdslachtoffers en zo nog 6 punten meer. Daarna had Joost Wagenmakers, wethouder Oosterwijk, het woord. De uiteindelijke winnaar op de HD-klasse was Oudenbos. En op de 112-baan Oud-Gastel.